Nee, ik ben vlucht terug. Wielerploeg vlucht terug. Waar komt dat nou weer vandaan? Ik denk het een nummer. Ik denk het een nummer. En hoeveel man zit er door bij? Vroeger waren we 25, 30 en nu zijn we 120. 120, zeg maar, recreatieve fietsers. En vlucht terug wil zeggen dat ze nooit op het terrasje zitten. Nee, op vlucht en terug. Ze zeggen steeds vlug en terug. Hoe vaak kom je per week nog? 2 of 3 keer. In de week. 2 of 3 keer. En dan inderdaad die 75 kilometer? Ja. Altijd 75, 80. Of 75, 80, ooit 100. 79 jaar jong. Nee, ik zit er beneden. Oh, hij geniet van zijn 79ste levensjaar. Dus je bent nou eens nog bezig van 78 eigenlijk dan, hè? Ja. Eigenlijk wel. Nee, ik ben er nog een beetje. Maar Arie, de fietsen bij jou vroeger, hoe ging dat? Ja, ik heb maar een jaar of 3 gefietst. 1 jaar nieuweling en 2 jaar amateur. Ja. En toen moest ik met mijn kippetjes te veld, hè. Met de bocht verdiend worden. Mijn papa zei, ja, fietsen daar gewoon niet, zegt hij. Of fietsen daar ook wel. Het is fietsen of kippen gaan kopen. Want mijn fietser was geen gulden te verdienen. Adrie wist al vroeg, vandoor ga ik geen knaken meer verdienen. Ik stap over op het polierschap. En hoe lang heb je dat gedaan? Ja, ik ben verleden uitgeschreven. Tot zijn 77 is hij bezig geweest achter in zijn slachterij mee. Ja, hij ben er wat eerder uitgeschreven. Ja, maar als hobby, hoe gaat dat dan? Ja, dat is, ik noem dat elite. Voor de dokters en andere mensen die een hogere functie hadden. Dat waren allemaal jagers. Maar ja, de jagers die nodigen naar beeldschoten, dan kwamen ze bij Adrie, dan kunnen jij er even slachten. Maar het gebeurt ook wel zo dat er zo'n reetje omgereden werd, of een huisje en zo. Kwamen ze dan ook bij jou? Ja, het waren meestal reeën en wilde zwijnen en hazen, wild, een wildseizoen, gezanten, eenden, ja, noem maar op. En deed hij dus de volgende tot wel 78. Ja. Tot zijn 78. En toen dacht je, nou ben ik afgelopen nieuwjaar is pas gestopt. Maar buiten dat hij dus zelf wielrenner was, was zijn zwager, de broer van zijn vrouw, was ook een wielrenner. Onze Gaasterse Kurt van Hout. En daar hebben wij heel mooie verhalen over gehoord van Sietje, jouw vrouw, maar die kan helaas hier niet zijn. Want haar gezondheid laat er een beetje in de steek. Maar het verhaal van Toon, door Sietje verteld, hebben wij ook mogen schrijven en dat is goedgekeurd. En het is geweldig. Mevrouw van Hout, wij hebben genoten van Toon als wielrenner. U heeft hem niet als wielrenner gekend, maar zijn zus wel. En wat is nou jouw mooiste herinnering aan Toon als wielrenner? Friesland, daar kan ik me naar herinneren aan mevrouw. Wat gebeurde daar dan? Ja, was je kampioen, hè. Okay. Ja. Toon heeft dus de klassieker, de Ronde van Friesland, gewonnen. En dat is de enigste Gesselaar, denk ik, die ooit een klassieker gewonnen heeft. Nou kijk ik even naar Wiens. Of niet? Ik denk het wel. Dus Toon won dus de Nederlandse klassieke de Ronde van Friesland. En dat heeft niet gewerkt. Nou, die verhalen staan ook in die boeken. En nou neem ik de vrijheid om aan jullie alle drie eentje zomaar te overhandelen. Dan